De jaarwisseling op Curaçao is opmerkelijk rustig verlopen. De brandweer heeft aangegeven dat ze voor het eerst sinds jaren niet hoefde uit te rukken tijdens oud en nieuw. En ook de politie sprak van een bijzonder rustige jaarwisseling. Er was een incident in de Arnhemstraat. Daar heeft een man een lichte steekwond opgelopen en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Ook waren er enkele kleine verkeersongelukken. Die hadden allemaal te maken met mensen die te veel hadden gedronken. Gelukkig hebben deze ongelukken nauwelijks voor schade gezorgd. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft in zijn nieuwjaarsrede opgeroepen tot positiviteit en samenwerking. Volgens hem moet Curaçao werken aan een stralende toekomst en kan het land zich verder ontwikkelen op heel veel terreinen. Hij riep de bevolking op om er samen met de regering voor te zorgen dat Curaçao het komende decennium op het gebied van onder meer werkgelegenheid, toerisme en onderwijs een grote groei kan doormaken. Het parlement heeft vlak voor het eind van het jaar een motie aangenomen waarin ze het beleid van de regering steunt om de komende 6 maanden de raffinaderij te laten leiden door Refineria di Curaçao. Daarvoor moeten goede afspraken worden gemaakt met de werknemers, zo stelt het parlement. Ook de vakbonden zijn van mening dat alle werknemers zich aanmelden bij Refineria di Curaçao, zodat de komende maanden de werkgelegenheid geregeld is. Het parlement wil verder dat er hard wordt gewerkt om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de Clash Group over de exploitatie van de raffinaderij. 2019 was een goed jaar voor het Curaçaose toerisme. Tot vorige maand zijn 1,1 miljoen toeristen geregistreerd die naar het eiland zijn gekomen. Dat is een groei van 5%. Dat blijkt uit cijfers van het Curaçaose toerismebureau. Het grootste deel van de toeristen kwam uit Nederland en daarna volgde de Caribische regio. Beide gebieden brachten meer toeristen naar het eiland dan in 2018. Het aantal cruise toeristen steeg met 6%. 2020 is net begonnen, maar voor één persoon op Curaçao kan het nieuwe jaar al niet meer stuk. Gisteren vond namelijk de traditionele trekking van de landsloterij plaats. 1 miljoen gulden is gevallen op nummer 21615. Dat is gekocht door iemand op Curaçao, maar de koper blijft verder anoniem, zo heeft de landsloterij bekendgemaakt. Paus Franciscus heeft zich in de eerste mis van het jaar fel gekeerd tegen geweld tegen vrouwen en misbruik en uitbuiting van vrouwen. Geweld tegen vrouwen is geweld tegen God, aldus de paus. Hij heeft ook zijn excuses gemaakt voor zijn slechte voorbeeld van dinsdagavond. Dinsdagavond ontworstelde hij zich op het Sint-Pieterplein, duidelijk geïrriteerd en onder meer met een tik aan een vrouw die zijn arm had gegrepen en niet losliet.